Beste vrienden, een goeie avond. Ja, Hotel Marcel meets James Ensor meets The Crystal Ship. Het gaat over kunst vanavond, dames en heren. Met een artieste pur sang, Isolde Lazoen. Welkom in Hotel Marcel. Isolde, alles goed? Ja, dag Marcel. In het kader van deze kunstuitzending. Hè. Goeieke. Hoe gaat dat met je zomer? Ik hoor toch van veel muzikanten, er zijn wel redelijk wat kleinere concerten aan de gang, toch hier en daar. Hè? Ja, laat ons zeggen dat het echt zo, allez, ik zeg het niet met plezier, maar het is de zomer van de kleine dingetjes. Ja, maar beter dan helemaal niks natuurlijk. Absoluut, hè? Absoluut. Ja. Het is waar. Eerst zag het er helemaal leeg uit en dan kwamen er toch beetje bij beetje concertjes bij. Ja. Ik doe er een paar met mijn solo-project en Absent Minded doet er dan ook een paar. En met Daan hebben we eentje gehad. Het was ook maar één nummer, maar dat was de reden van de Nationale Feestdag. Eén nummer? Eén nummer met het nachthotel, alles erop en eraan. Ja, dat was dan ook om 7:00 AM soundcheck, maar dat was wel een speciale locatie. Dat was op de Citadel in Dinant. Wauw, ja, man. Heel tof, ja. Voor één nummer. Maar dan ben je er ook al eens geweest. Je komt wel vaker in Oostende. Ik zie jou hier regelmatig rondlopen. Wat trekt Oostende jou aan? Het leven hier, de zee. Er is meer leven dan in andere kuststeden, vind ik eigenlijk. En natuurlijk cultuur, hè. En heel toffe adresjes in de horeca ook, vind ik. Maar we gaan het een beetje over kunst hebben, want kunst is eigenlijk overal aanwezig. James Ensor huis is open, je hebt het Spiljaard huis. Maar je hebt ook die street art, hè? Ja. Ben je de Crystal Ship heet dat, of street art tour kun je doen. Vind je die leuk? Ik vind dat heel erg leuk, sowieso. Ik vind ook zo straatfotografie vind ik ook heel leuk. Ja. En dat leunt wel een beetje bij elkaar aan. Zo. Wat is een van jouw, van hier hangen meer dan 60 werken in de openbare ruimte in de stad. Wat is een van jouw favorieten? Wel, het blijft toch wel die art is for everybody als je Oostende binnenrijdt. Je rijdt Oostende binnen, dan zie je dat mensen weten dat niet. Maar dat is dus een van die street art projecten. Hè? Ik vind het ook geweldig. Ja, en het klopt ook volledig, hè? Art is for everybody. Inderdaad. In de publieke ruimte, dus het kost niks om het te gaan bezien. Voilà. Dat zijn ook zo'n grote letters, je kunt daar niet naast kijken. En ik weet ook nog toen dat de besparingen, dat was zo groot nieuws. Ik had dat ooit gefilmd bij het binnenrijden van Oostende en heb ik daar een gifje van gemaakt en op mijn Facebook gepost. En mensen begonnen dat over te nemen. Van, het is ook zo, kunst is voor iedereen en neem dat alsjeblieft niet weg. Ja, het is iets wat je heel leuk kunt doen hier in Oostende, want het is op leegstaande gebouwen, op fabriekspanden, op zijkanten van appartementsgebouwen. Het maakt de stad mooier, hè. Ja. En dit is Joan. Ja, vind ik ook heel tof. Ken je die? Geweldig, hè. Als je dus die ziet, hij was zelf ook vroeger vuilnisman. Is dat? Ja, en hij doet dat dus in heel de stad, kan je die vinden. Die zijn echt geweldig, die duiken dus overal op. We gaan even kijken, want onze reporter Rick Verheijen, die is meegeweest om een van die nieuwe werken hier in de stad mogelijk te maken. We gaan nu gaan kijken naar een groot kunstwerk. Die wordt aangebracht op de muur, hier ergens, denk ik, door Ene Elisa. Dat is een Catalaans meisje, denk ik, of een jonge vrouw. En die zou hier ergens op een stelling moeten staan, of op een hoogtwerker. Nou, daar verlassen. 7 meter is me gezegd, dat leek me nog mee te vallen, precies. Het is in het Engels te doen, of in het Spaans. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Hallo, hallo. My name is Rick. Rick, yes. Thank you very much. Nice to meet you too. Tot de prof. Elisa, hello. Hello. You're smaller than I thought. Actually, but that was taller. You are bigger up high over there. What are you doing at the moment? We're painting a mural of a baby. Right now, maybe you can't see it because it's just in the first steps, but in the following days, it will start coming out. A sleeping baby? Yeah. I like to paint babies because I've had a niece. Okay. And become an aunt, and I'm feeling inspired by it. And is it the portrait of your niece? Yes. Yeah. She's painted very big in different cities of the world. Okay. Wow. Yeah. Elisa, is it possible to help you? Yeah.
Yeah? Yeah, well, you can give you some job to do. Okay. Okay, but a good job, eh? Good job. Okay, I most important one. Before I help you, we have to negotiate. Normally, I ask 10 euro per hour. Yeah? No, yeah, at the beginning, you're learning. You have to. Okay. 9 euro then. 9 euro then. Okay. Ooh, it's weird. Be careful, yeah. Thanks. I feel like. Someone who works in the pit lane of the Formula 1, the Ferrari. Ah, yeah. Zo snel de band gesteken eigenlijk. Alright. Okay. Vamos. Let's go up. Yes. Lisa, where are you from? I'm from Barcelona. Really? Yeah. From Barcelona? Yeah. And you came especially here for make a painting? Yeah. Well, they invite artists from all over the world and yeah. How long will you be working? 1 week. 1 week one in week. Total? Yeah, 1 week. Maar dat zijn dus twee van die muren, hè? En ik dacht straks dat er maar één muur was, maar hierachter is er nog een muur. So, this part is the part of the hair of the baby. Yeah. And it needs to be in dark color. Well, I want a skeleton. Okay, like this? Yeah. So how do you begin? First we have to do the drawing, draw the lines, yep. And in this case we used the squares that you can see on the wall. They were reused as a grid. Yeah. So we had like a kind of Photoshop saying like, okay, this line has to go in, for example, this. I knew I had to draw that because it was near that line. Okay. So the first day we do that, we do the whole drawing and then we start filling it up. Bina! I'm very much looking forward to the results, actually. At the end of the week it will be done and everyone can see. I'll be passing by with my bike, so I'll be wandering. Okay. I'll be wandering. Wow. Voilà, zijn we nog een keer gewerkt. Ja, mevrouw Wouters, of Noemi. Mag ik Noemi zeggen? Absoluut. Oké. Absoluut. Je bent de CEO van heel dat spel hier. Wat is de naam van het werk? Ah, goeie vraag. Weet jij? Conchito heet de baby. Dat... En ze had het werk ook heet, hè? Oké. Conchito, en dat wil natuurlijk zeggen, dat is Spaans voor? Schelp. Zo snel mogelijk overschilderen. Hier is het resultaat. Amai. Het is prachtig, hè? Heel schoon. Maar mij zo verwonderd, Björn van Poeken, je bent eigenlijk de curator van de Crystal Chip, die al die werken... Hoeveel zijn er nu al in Oostende? Veel, hè? Meer dan 66 grote muurschilderingen. Ja. En ongeveer een 250-tal kleinere interventies, zoals dat van Joan bijvoorbeeld. Ja. Die ventjes die overal dus nergens staan, maar toch wel 250 stuks zijn er al in de stad op koord. Ik denk dat er echt geen straat meer in Oostende is dat we nog niet hebben aangedaan. Dus, Hoe is dat idee ontstaan eigenlijk? Want deze kunstenares lijkt me heel erg jong. Hoe begin je daaraan om zo van die gigantische kunstwerken te maken? Ja, ze schilderden daarvoor op doek natuurlijk. Ja. Maar op doek schilderen is een heel eenzaam gegeven. Hè. Je zit alleen in je studio, je moet een beetje schilderen. Ja. Dus street art is eigenlijk een vorm om je kunstvorm wat meer socialer te maken. Ja. Je hebt wat meer direct contact, je kunt naar verre landen reizen. En dat is gewoon een andere manier om aan kunst te doen. Is dit een hele nieuwe generatie van kunstenaars die zeggen, we gaan niet alleen schilderen om in galeries te hangen of in de musea te hangen, maar om onze kunst onder de mensen te brengen, gewoon in de straatbeeld? Goh, nieuw zou ik niet zeggen, maar in de laatste decennia zien we dat toch meer en meer. Ja. Ook mensen met een basis of een bagage in het hedendaagse, die ook willen experimenteren met street art. Ik zie dat toch. Ook veel contemporary artists street art willen leren of willen bekijken. Ja. Maar Oostende is wel de stad die de meeste street art nu officieel heeft. Want je hebt vaak illegale schilders die in Brussel en zo muurtekeningen aanbrengen. Dan denk je, oh, wat is dit? Of je Banksy is de bekende van de wereld. Graffiti straatje in Gent. Ja, dat staat vol. Maar dit is de stad die dat promoot en die heel de stad eigenlijk een kunstwerk maakt. Ja, eigenlijk zijn we hier al van 2016 actief. Mm-hmm.
En in het begin, ik werd uitgenodigd door de stad om hier een street art festival te doen. En dan hebben we hier de koppen bij elkaar gestoken en zijn we op de Crystal Ship uitgekomen. En dat is eigenlijk heel snel, heel goed gegaan. Ja. Ik denk dat het eerste jaar dat wij meer dan 75.000 bezoekers hadden. Wow. Dat zijn aantallen, ik verschiet daar nog elke dag van. Ja, heeft het smak in Gent dat, hebben de grote musea dat, ja, op zo'n korte tijd? Ja, dat is toch heel veel, hè? Ja, inderdaad, dat is veel bekijks. Ja. Maar ik vind dat ook fantastisch, hè, want ja, het was het werk dat je daar juist toonde, Art is for Everybody. Ja. Dat moet voor iedereen openstaan. Ja. En street art is een zeer toegankelijke kunstvorm, dus ja, ik vind dat fantastisch. Er zijn vier grote nieuwe werken deze zomer. We hebben Elisa Capdeville al gezien. Wat zijn die andere? Iris, ja, is een Brabantse kunstenaar. Die hebben we eigenlijk uitgenodigd net nadat de lockdown gedaan was. Mm-hmm. En hij wou eigenlijk een bedankje schilderen aan de helden uit de zorg. Ja. Ja. Dus hij heeft vier, je ziet hem hier aan het werk, in een timelapse. Wauw. Dit duurt normaal gezien een week of zo, hè? Ja, dat duurt ongeveer een week. Ja. Voor, het werk ziet er misschien wat klein uit op de video, maar het is toch 14 meter lang, 6 meter hoog. Ja. En je ziet, hij werkt in een collagestijl. Hè. Dus hij gebruikt hele grote vlakken, precies stukjes papier die gescheurd zijn. En nu, kijk, je ziet dat er al wat portretten worden geschapen. Ja, dit zijn allemaal zorgverzekers, dit zijn verplegers. Ja, inderdaad, en zo. Inderdaad. En ze worden allemaal met zonder hoofd afgebeeld. Ze doen dat iedereen die in de zorg werkt, zich daarin kan herkennen. Ja, ja, ja. Is dit in de buurt van een ziekenhuis of zo? Het staat eigenlijk recht tegenover het AZ Tamian hier in Oostende. Dus beter kan beetje het niet zijn. Beetje eerbetoon aan de verzorgers absoluut, daar. Absoluut, ja. Ja, en dat is ook voor een hele lange tijd. Hoe lang, ja, ik denk, binnen 10 jaar zat dat daar nog, binnen 15 jaar zat dat er nog. Absoluut, het zijn eigenlijk eeuwige werken, hè. Ja. Zo zijn er vier nieuwe, we hebben er nu al twee gezien. En de andere zijn van D-Face en Case McLean. Ja. D-Face is een beetje, ja, kijk, dat is hier het afgewerkte werk. Mooi, hè? Ja. En heel levendig ook, hè? Absoluut. Ja. Ja. Dit is D-Face? Dit is D-Face, inderdaad, echt wel een levende legende. Het is ook een beetje in die top van de meest bekende kunstenaars die aan street art doen. D-Face heeft een hart voor punk, voor skate. En, Pop art, absoluut. Hij laat hem beïnvloeden door Roy Lichtenstein, natuurlijk. Dat is heel duidelijk te zien. Hij is trouwens, hij woont in Londen. Hij is trouwens afgekomen per motto. Ja. Hij en zijn team, alle drie met de motto. Met drie van Londen, ja. Oké. Okay. Echt fantastisch om dat te zien. Zeg, en dit is ook gewoon ergens in Oostende, je kan er met de fiets langs rijden, want er zijn plannetjes als mensen willen weten, want je moet er wel een beetje zoeken. En dit is gewoon, dit was een dode muur eigenlijk, en nu leeft dat helemaal. Ja, inderdaad. Ja. Zou ze het overal moeten doen, hè? Ja, het is echt, het maakt de stad zo fris. Veel lelijke gebouwen die ineens mooi zijn. België staat vol met lelijke dode muren, hè. Er is heel veel plaats. België is eigenlijk één groot canvas. Ja, absoluut. Opportuniteiten genoeg, hè. En dan hebben we nog Case McLean. Ja. Kijk daar hier, ja. Je hebt prachtig beeld ook, hè? Ja, inderdaad. Dat is een beetje een, wij noemen dat een OG in het realisme. Hij is een van de eerste kunstenaars die meer dan 20 jaar geleden begon met het schilderen van realistische portretten en realistische beelden op muren. Ja. Ja. Hij is daarin echt OG. Het McLean collectief waar hij toe behoort, die staan echt bekend om het schilderen van realistische beelden. Ja. En hier ook, als je goed kijkt naar de handen, en het feit dat in dat water wordt gewassen. Zijn haar op zijn armen. Ja, echt, dat is perfect, hè. Ja. Ja, ja. Dus hij is gewoon naar hier gekomen, heeft gezegd van kijk, ik wil zo'n soort scène schilderen. Heeft hij gezegd van we gaan op zoek naar een model. We hebben een meisje gevonden. Het concept is hier bedacht. Dus dat is het model is van... Het concept zat natuurlijk op voorhand in zijn hoofd, maar hij heeft hier de foto's gemaakt die als basis dienen voor dit ontwerp. Dus en vragen zijn nu zelf naar, ik wil een muur van 18 meter of 16, of dat je zegt, rij een beetje door de stad en zoek jezelf een dode muur? Dat is eigenlijk mijn taak. Hè. Dus ik zoek nieuwe locaties, gebouwen. En dan denk ik van, oké, op zo'n muur, dat zou het werk van Case McLean maar goed passen. Dus ik zorg een beetje voor de schakel tussen beiden. Ja. Krijg je dan niet heel veel aanvragen ook van
gebouwen och, die zeggen dagelijks, mijn dagelijks. Muur? Ja, ja, ah, ja, absoluut dagelijks. Ik zou ook wel vragen. Ja, voilà, ik wou net zeggen, ik zou het ook wel willen. Dat voorgevel, ja. mijn hele, als ik zo'n huis had, zo'n voorgevel. Ja, ja. Heerlijk. Zeg maar, hoe kunnen mensen nu deze werken zien? Want ze zijn redelijk verspreid. Het is in het centrum begonnen, maar ze zitten nu al op de groene rand van Oostende ook al. Er zijn plannetjes, hè? Ja, er zijn plannetjes. Voor de coronacrisis zorgden we ervoor dat ongeveer 70% van onze kunstwerken dat die in het centrum op wandelafstand te bezichtigen waren. Ja, nu moeten we een beetje zorgen natuurlijk dat de mensen zich niet te veel samenhokken hier in de stad. Ja. Dus de vier nieuwe werken staan allemaal een beetje in de rand rond Oostende. Het is best dat je ze per fiets bezoekt. Ja, ja. Je kan inderdaad het plannetje ophalen bij de dienst toerisme op het Monacoplein. Daar staan alle werken op. Ja. Zeer coronaproof, hè? Want dit houdt je uit de grote massa's weg. Ja, absoluut, absoluut. Studio is zeer coronaproof. Ja. Ja. Is het ook iets dat je met kinderen kan doen? Zeker en vast, want we hebben zelf een kidsguide gemaakt. Uh-huh. Die kan je ook ophalen bij de dienst toerisme. En daar staan enkele oefeningen in, een rebus, een woordzoeker, noem maar op. We mogen dan ook de dieren raden die in een bepaald kunstwerk zitten. Dus voor de kinderen is dat ook zeer, zeer plezant om op die manier in aanraking te komen met kunst. En dat is een beetje onze doelstelling. Hè. Kunst is voor iedereen, dus ze willen dat ook toegankelijk maken voor iedereen. En niet ook altijd voor in kinderen. Het elitaire museum afgesloten. Ja. Er is ook een chatbot. Dat is, hier gaan we weer. Alles moet via de computer, maar het is iets heel leuks. Dus je hebt een soort van app op je telefoon. En maar die zegt dan wat je kan doen. Het is gewoon via Facebook Messenger. Een app die iedereen op de telefoon heeft. Jullie ook waarschijnlijk wel. En als je naar de dienst toerisme gaat, kan je een QR-code inscannen. En dan ga je praten met een soort bot op Messenger, die je dan doorheen de werken gidst. Dus die zegt van, kijk, wandel nu naar daar, tot wanneer dat je dit beeld ziet, gaat er met je gezicht voor staan. Ben je er al? Ja, dan kun je zeggen van, ja, ik ben er al. En dan, ik ben nog niet, dan zegt hij terug, waarom zijn jij zo lang onderweg? Ja, maar ik ben nog iets gaan eten in de kombuis. Maar je kunt dat dus zeggen in een bot, ik heb honger of ik moet naar het toilet. En dan zegt hij van, oké, je zit nu daar. Ja. Het dichtstbij zijn de restaurants die wij aanbevelen zijn. Dit en dat. Ik mag urineren tegen dit kunstwerk, maar niet. Ja. Dat gaan we natuurlijk niet doen, maar ik vind het echt super interessant en heel gek. Dat is een programma of dat is iemand die daar echt zit te chatten? Dat is echt, dat is een programma. Ja, 100 mensen die aan het wandelen zijn. Jobs creëren. Ja, eigenlijk. Muzikanten zonder werk, die kunnen misschien chatter worden. Als je wat tijd hebt. Ja. Maar dus je hebt een plannetje, gewoon voor een man als ik pak een plannetje en ik kijk op het plannetje. Maar je hebt dus ook een chatbot en je hebt ook nog een gratis app. Ja. Hoe lang duurt het als je nu alles wil zien? Want het zijn er meer dan 66? Ja, er zijn 66 grote werken, ongeveer 250 kleine werken. Eigenlijk is het al moeilijk behapbaar op één dag. Ja. Maar ik denk voor de mensen die een weekendje aan zee zijn, en kunnen zij plannetje ophalen. En er is zowel een wandeltocht, die behapbaarder is, een aantal kilometers. Ja, als je ze allemaal wil zien, dan pak je best de fiets en ga je gaan fietsen. 10 keer naar Oostende. Ik wil zeggen, ze zijn er. Het is niet gesloten, want het is gewoon buiten op straat allemaal. Ja. Hè? Goed. Dat is iets wat jou aanspreekt, want ik zag jou altijd erg meedoen. Zeker, ik heb ze helemaal nog niet allemaal gezien. Soms letten er ook niet op. Ik ben hier al zoveel geweest. Ja. En dan is dat maar de zoveelste keer gewoon, van, het hangt hier iets. Ja. 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 Ben jij iemand die zelf ook tegen? Want je hebt ook getalenteerd zangeres, multi-instrumentaliste. Ben je iemand die ook schildert en tekent? Nee, eigenlijk niet. Ik heb dat nooit... Nooit? Nee. Ik ben eerder... Wel visueel, hoor, maar dan eerder in foto's of zo. Okay. Mijn vriend is fotograaf, dus ik help wel meekijken. Of esthetiek valt mij ook op. Maar zo de drang om te tekenen heb ik nooit gehad. Want tekenen, dan denk je ook aan Ensor. Er is nu het mooie Ensor-huis. Hier, prachtig. Is dat een van de artiesten die jou aanspreekt? Ja, zeker en vast. Ja. Ik ben mij ook wel een beetje gaan verdiepen in zijn werk, omdat er een vraag is geweest vanuit Oostende om een muziekstuk te schrijven, een song te maken. Ja. Okay. Geïnspireerd op Ensor of op zijn werk. En, dus ben ik... iedereen kent Ensor natuurlijk, maar als ik dan aan het zoeken was op welk werk kan ik mij baseren, dan ben ik echt geschrokken van, wauw, wat maar een... Maar dat is ook heel veel. Dat is heel ouderwets, 19e eeuw is het begin. Ja. En dan worden dat... schilderijen, dan worden dat tekeningen, dan worden dat bijna cartooneske want dingen. Want wij kennen hem allemaal van zijn maskers. Ja. Maar die schetsen dat hij maakt... Mooi, hè? Jongens, toch. Ja, en dan die etsen. Er is heel veel verschillende thema's. Want soms is het zeer sober. Ja.
En dan ja, dat macabere. En op welk werk van Ensor ga je dan die muziek maken? Het is een schilderij van twee skeletten die aan het vechten zijn met een gepekelde haring. Dus het heet ook letterlijk Two Skeletons Fighting About a Pickled Herring. A pickled herring. Ja, ja. Ja. Dus ja, weet je, ik had de verschillende schilderijen een nummer beginnen schrijven, maar ik vond het niet. En dan, mijn eerste optreden deze zomer, ik reed naar huis en het was een zo'n gigantische volle maan en een heldere hemel en... De muziek kwam echt letterlijk langs. Ik kreeg in één keer een heel duidelijke melodie. Het is de haring. Melodie. Je moet de haring doen. Een melodie in mijn hoofd. Dat is zo'n beetje spooky. Okay. En dus ik heb eigenlijk iets gemaakt dat zo... Ja, er zit wat satire, wat humor in. Een beetje tristesse en ook iets macaber. Het is altijd dubbel, hè. Want eigenlijk is het heel spottend. Het is grappig, maar het zijn ook twee skeletten. Dus het is macaber. Die dan vechten op een haring. Dat is ook weer al... Hebberigheid. Er zit altijd heel veel in Ensor. Het zijn verschillende lagen, hè? Absoluut, absoluut. Ja, ik vind ook... wat ik vooral interessant vind aan James Ensor, is dat hij eigenlijk spotte met het establishment, met de bourgeoisie, waar hij eigenlijk dan na verloop van tijd ook tot ging behoren. Hij was ook een burgerman, ja, hè? Inderdaad, ja, inderdaad. Ja. En hij is ook een van de eerste kunstenaars hier in België geweest die echt de draak stak met de kerk. Ja. En dat was in die tijd echt not done. Hè. Dat was blasphemy. Je kon daar... dan werd je in de pan geslagen. Maar ja, absoluut. Maar hij kon dat wel. Hij kon daarmee weggeraken. En dat is zo frappant aan hem. Ja. Zijn schilderkunst was ook not done. Hè. Allee, ik hou eigenlijk enorm van artiesten die durven... ik heb het nog eens opgezocht. Eigenlijk kan je hem niet plaatsen. Is het nu symbolisme, modernisme? Nee. Hij is uniek. En het nieuwe Ensorhuis is ook vrij uniek. En daar ben ik even op bezoek geweest met... Een levende kunstenaar, herzelen. Wel Marcel, we gaan dus het Ensorhuis bezoeken, maar eigenlijk zijn al de werken van Ensor in dit huis hier gemaakt. In dit prachtige gebouw. Ja. Deze moderniteit van de jaren 70 of 80. Wat wel symbolisch is, het is een spiegel eigenlijk. En Ensor is toch de meester van de spiegel, van het zelfportret. Dus eigenlijk werden de schilderijen hier gemaakt. Alles is hier gemaakt. Dat is afgebroken. Want Ensor is hier maar komen wonen. Dank je wel. 1917 dacht ik, of 1920 of zoiets. Ja. En dat is het bekende huis hier in de Vlaanderenstraat. Ja, inderdaad, inderdaad. Dit is het Ensorhuis. Daar heeft de goede man dan gewoond met zijn knecht Gustje. Ja. Toen Ensor klein was, stond niets van deze gebouwen hier. Dat waren allemaal tuintjes. Ja. Dus we praten over 100 jaar geleden, begin 20e eeuw. Ensor is dus overleden in 49. Dat wil zeggen dat hij 89 jaar oud is geworden. Ik denk dat die trap voor hem al een probleem was. Dat vind ik een van zijn beste werken. Dat is een kopie natuurlijk, maar de rog vind ik ongelooflijk eigenlijk. Ja. Naast zijn zotte werken, zijn maskers en zijn flauwekul, die heel leuk zijn, heeft hij zich ook altijd bezig gehouden met het stilleven. En waar komt zijn grote stijl vandaan? Ook wel door het werken met paletmes. Hij schilderde niet alleen met borstel, maar ook met een scherp mes. Dus bijvoorbeeld moet je voorstellen dat wit hier met een paletmes werd opgelegd. Zoals een plamuurmes eigenlijk, zoals je zou plamuren. Ja, ja. En dan de details een beetje met de borstel en zo. Allemaal heel leuk, hè? Ja. Heel leuk is dit. Dus dit is het oude huis, maar hier is nu een nieuw annex gemaakt. Ja. Dat zijn authentieke tekeningen allemaal. Ja, die heb ik nog nooit gezien. Ja, ja, die zijn mooi. Prachtig. Tja, wat is dit hier allemaal? Hola, hola. Nee, ik kan u goed zien. Nee, ik kan er... Mijn neus is te groot, vrees ik. Dit is heel goed. Ik zie alleen uw hoofd. Mijn hoofd gaat daar niet. Ook niet. Nee. Ik denk dat... dit is heel beklemmend. Wacht, hè. Oh, dat is geestig. Ja, zo krijgen ze wel snel de vloer geboend, natuurlijk. Hè. Oh, ik zou je een hand geven, Marcel, maar in die tijden mag dat niet. Oké. Dus dit is voor kinderen, nou, dames en heren. Ja, dit is voor oude grote kop als wij. Hè. Topwerk. Ah! Ja. Eigenlijk is er ook iets zoals het Ensoriaans eigenlijk. Hij heeft iets gecreëerd waar je mee kunt spelen. Je zou, je zou eigenlijk nieuwe werken kunnen maken à la Ensor. Ja. Kinderen zouden dat perfect kunnen.
Dit is de origineel. Dat is het origineel, verdorie. Ja, inderdaad. Wauw. Wat een prachtig ding is. Prachtig werk, hè. Het is gebaseerd op een oude postkaart van Oostende. Ah. Ja, ja. Maar je kan er weer naar blijven kijken. Wat is hier aan de hand? Het is leuk. Dat is heerlijk, hè? Ja. Dat is altijd geestig, zo. Een vrouw met bolletjes op haar polkadot zijn. Dat... Ja, polkadot. Ik gebruik dat heel veel ook in mijn strips. Ja. Nee, maar als dat bolletje verkeerd zit, dan zit dat eigenlijk op die tepel. Zo. Ja. Dat is... En als je van voor zit, ben je best in dus. Ja, dat is wel... Je zit wel een... Fantastisch ding, hoor. Het is verbluffend. Ik sta werkelijk paf. Ik vind het erg goed. Ik vind het heel goed. En het is inderdaad voor mensen gemaakt die niet zo thuis zijn in Enschede. Maar er is zoveel te kennen in onze wereld. Dus het is een perfecte introductie op die geweldige... Op het visitekaartje van Oostende. Enschede is het visitekaartje van Oostende. Als we iemand hebben die Oostende wereldwijd op de kaart zet, is het James Enschede. Voilà. En nu hebben we eindelijk dit... Ja, toch wel visitekaartje. Dit prachtige... Ja, ja, ja. Chapeau. Nee, chapeau. Echt top. Top. Geweldig. Nee, ik ben onder de indruk. Ja, Herzeel en ik waren danig onder de indruk. Jij bent ook al geweest, hè? Ja, ja. Ik vond echt wel de moeite. Ja. Het is heel groot, je kunt heel veel beluisteren ook met de fantastische stem van Heidi Leenaert. Oh, ja. Maar het mooiste stuk waar ik meest van onder de indruk was, dat was om in zijn huis te staan. Die kamers zijn eigenlijk weer origineel gezet, zoals hoe hij daar Het harmonium woonde. Dat daar staat. Zijn piano staat daar, zijn harmonium, de hoed waar dat hij mee op zijn zelfportret staat, die maskers die hij gebruikte als model, dat voelt toch heel speciaal, dat pakt mij wel. Ja. En er zijn ook beneden in de expo wat originele werken van Enschede te zien, want die hangen in heel de wereld. De vele zijn weggegaan, maar er zijn er toch nog wel een paar in Oostende ook. Hè? Ik denk een stuk of 25, 26 hier in Oostende. Ook in museum natuurlijk. Hè. We hebben een vleugel. Het mooie zelfportret hangt in het museum. Ja. Samen met Spiljaard. Hè. Goed, wat zijn jouw plannen nog deze zomer, Isolde? Ik heb nog een aantal concertjes staan. En voor de rest ga ik proberen te schrijven. Nu dat ik toch in de studio bezig ben voor dat Enschede-nummer, ga ik ook nog meer eigen muziek proberen te maken. Dat Enschede-nummer is nog niet klaar, dat is pas voor in september. Wat ga je vandaag spelen? Is het natuurlijk weer een nummer dat te maken heeft met de zee? Ja, het heeft niet letterlijk met Oostende te maken, maar het is een persoonlijk verhaal. Ik heb hier ooit, ik denk dat ondertussen 2,5 jaar geleden is, misschien weten jullie dat nog, maar er was een heel grote storm rond kerstmis, tussen kerst en nieuwjaar. Ja. En dan zijn er helaas ook doden gevallen aan de Belgische kust van een kraan die omgewaaid was. Ja, juist. En wij zaten hier toen. En er was nog niks aan de hand. We waren een koffietje aan het drinken in Hotel du Parc. En dan wouden we teruggaan naar het appartement hier op de dijk, hier vlakbij. En ik raakte letterlijk de dijk niet op. Het was zo hard aan het waaien. En mijn vriend heeft mijn zoon moeten dragen, omdat mijn zoon helemaal al niet meer kon stappen. En ik moest mezelf echt vasthouden aan de kozijnen van de ramen van de gebouwen. En mezelf op de dijk trekken. Dat nog nooit meegemaakt. Ja, dat is heel beangstigend, hè? Ja, absoluut. Dan weet je wie het sterkst is, hè? De natuur. Zeker, zeker. Ja, ja. We zijn dan uiteindelijk boven geraakt op het appartement, maar dat was het 9e verdiep aan de zeekant. Ja. En de wind was zo fel tegen het raam aan het waaien dat wij elkaar niet konden verstaan. En mijn zoon was super bang. Dat heeft uren geduurd. En daarom dan is dat gaan liggen. En dan, en er is een nummer van Patrick Watson. Fantastisch zanger en songwriter. En dat heet The Storm. En voor mij heeft dat liedje altijd connectie met die avond hier aan zee. Goed, ik ben benieuwd. Ga alvast aan de muziek zetten. De gitarist Ben van Kamp zit al klaar. Al de kunstwerken van de Crystal Ship zijn altijd te bezichtigen, want ze zijn overal in de stad aanwezig. Alle info via Toerisme Oostende of visitoostende.be met de apps. Bedankt Björn van Poeken. En ook een applaus voor onze muzikale act van vanavond. Natuurlijk weer Isolde Lazoen. To the road, dust up to his nose. Put that anchor down to find a place where he could go, 'cause he was looking for shelter from the storm. You were looking for a place that you could call your own. You kept on now walking past the signs you used to see, kept on getting used to dropping anchor in the sea.
'cause you're looking for shelter of the storm. Looks like news the storm is coming closer every day. Zover Hotel Marcel. Dit was de laatste aflevering, maar u kunt nog steeds meedoen met de wedstrijd Win een Hotel. U kunt een hotel winnen. Hoe? Ga naar visitostende.be en doe mee. Extra tips krijgt u via Instagram. Ik vond het heel fijn dat u elke week zo massaal gekeken heeft naar ons. En wie weet, tot de volgende keer. En sowieso, tot in Ostende. Dag!